Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Peter de Nijs. Hoewel hij geboren is in Zuid-Gerouwden, is Lange Dijk zijn lust en leven. Zijn middelbare schooltijd werd verstoord door een hersentumor en dat beïnvloedde zijn leven totdat hij 25 was. Als actieve vrijwilliger zet hij zich onder andere in voor museum Veiling. is hij medeoprichting van de Lange Dijker Beddenrace en is hij actief in het toeristisch en recreatieve werk in de regio Alkmaar en Dijkenwaard. En hij is gek op Zhurko. Die hersentumor, Peter, ja. die heeft een flink deel van je leven in beslag genomen. Ja. He? Helaas wel. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Nou ja, het was natuurlijk een, een moeilijke periode. Want het was natuurlijk in mijn jeugd. En uh, ik was 14 jaar dat uh, het ontstond. Uh, heel veel hoofdpijn. En op een gegeven moment, ja, dan moet er wat gebeuren. En. Uh... Toen zei mijn moeder: Ik ga een hoger op. En die uh, zocht een, een neuroloog of een, ja, een hogere arts. En die zei: van Hij moet meteen opgenomen worden, want er is wat aan de hand in zijn hoofd. Maar toen hebben ze nog ma maanden, dat is al jaren, onderzocht wat, wat er nou aan de hand was. En op een gegeven moment hebben ze me overgebracht naar Wassenaar, de Usslekkernijk, voor een operatie. Maar aanvankelijk hadden ze gezegd: Er is niets meer aan te doen. En het is over, want we kunnen niks voor hem doen. Maar toch die operatie geweest in Wassenaar. En dat was op mijn 17-jarige leeftijd. In juni 1969, dus een uh, hele tijd terug. En toen hebben ze me inderdaad geopereerd. Met gevolg dat ik nu nog steeds zit. Dus. Met goed gevolg, gelukkig. Heeft het invloed gehad op je leven? Ja, zeker. Op je jeugd, met name? Ja, nou, vooral natuurlijk inderdaad mijn jeugd. Want ik mocht op een gegeven moment helemaal niets meer doen, geen sporttoestanden. Want het zat in mijn achterhoofd. En uh, ja, ik moest natuurlijk enorm oppassen dat er niks tegen mijn achterhoofd kwam. Om het weer uh, te verergeren. Maar uh, ja, het heeft zeker invloed gehad op mijn jeugd. Dat heel erg. En tot mijn 25 ste Maar uh, ook daarna nog steeds heel veel. Dat je bang was, dat je was. Je had altijd de angst dat je het weer kreeg. Dat het weer terugkwam. Maar in de loop der jaren is dat natuurlijk wel gaan vervlauwen. Vervlakken. En, uh, ja, je denkt nog wel steeds heel veel terug in die tijd. Maar de angst is wel uh, een beetje weg. Ik ja. ben blij dat je er bent. Dank. Je schrijft ergens in Dijk en Waard: ga ik graag naar plaatsen waar de cultuur-historische waarde duidelijk zichtbaar is. Welke plaatsen zijn dat? Nou ja, dat is natuurlijk het Lange Dijkse, het duizend eilandrijk, de eilandjes. Uh, en ik kom natuurlijk zelf, uh, je zei het al, uit de cirkel Mijn vader had een cirkelfabriek, dus dat ah, echt. Daar komt die cirkel. Ja, daar komt de cirkel inderdaad. En ja, dat is natuurlijk. Echt lange dijks en uh, uiteraard de veiling was natuurlijk. Uh, mijn vader zat op de veiling in Noordschouw, die had je toen ook nog. En mijn oom, die zat op de veiling in Bruk op Lange Dijk. En die ja dat, die veiling daar is natuurlijk uh, geweldig. Gewoon, de Broekenveiling is een geweldig punt. Ja, daar wil ik meteen even op ingaan. Want uh, er komen natuurlijk steeds nieuwe bewoners in, uh, in Dijk en Waard in zijn totaliteit. En die weet, weten misschien nog niet wat voor een historische gebied ze eigenlijk uh, wonen. Neem, neem nou bijvoorbeeld die, uh, die groenteveiling. Ik las ja. dat dat de oudste doorvaargroenteveiling groenteveiling ter wereld is. Ja, Vertel er eens wat over. Vooral die mensen die dat nog niet weten. Nou, in 1887 uh, is eigenlijk de, deze veiling ontstaan. En toen waren al die gebouwen natuurlijk nog niet. maar... Toen was er een tuinder en die ging op een gegeven moment zeggen: Van. Eh, ik ga niet meer zomaar mijn boel verkopen. Jullie gaan maar opbieden. En Wacht zo even, is dat gaat even heel snel. Ja. Want doorvaar, dat, ja. dat is natuurlijk. Eigenlijk de essentie van de, van de veiling. Ja, inderdaad. Nou, ik wou eigenlijk de oorsprong. Maar ja, zo gaan we oh, verder. Nou ja. En toen is in het begin van de, de vorige eeuw. Uh, kwam daar natuurlijk ook gebouwtjes bij. Want uh, het was gewoon op een e akker zitten wat ze dat deden. En uh, niet dus in ze, een gebouw. Ze, ze hadden bootjes, daar deden ze de ja. waar in, de, de ja. producten. En dan gingen ze naar een eilandje en daar stonden ze in de buitenlucht even in, te verhandelen en te In Broekenplakkadijp deden ze dat inderdaad. Ja, ja. Maar toen hadden ze gauw in de gaten. Het was in de open lucht, dus toen moesten wat gebouwtjes komen om de handelaren die wilden kopen. Maar later ook de tuinders, dat die tuinders natuurlijk in de open lucht zaten. Dus toen kwamen natuurlijk al meer gebouwen. Totdat het nu is, het uh, huidige gebouw. Dat is eigenlijk de oorsprong van de Broekenveiling natuurlijk. Ja. En, en vertel eens, beschrijf eens hoe het dan nu gaat. Bootjes en een gebouw. Uh, brengen ze alles naar binnen? Uh, op, op, op karren of zo? Toen dat bedoel je? En nu, en nu ze doen ja, toch het toch nog zo? Ja, maar het is nu echt een, een museum geworden. En uh, authentiek doen ze toch het afmijnen. Maar dat doen ze gewoon via het doorvaren, de, de bootvaart met producten uh, naar het afmeinlokaal. En, en daar zitten dan nu de, de toeristen, de bezoekers, die zitten daar zo. Die kopen daar, uh, kunnen daar uh, drukken, uh, groeten. De, de. de veilingmeester die gaat dan aanprijzen van... Ik kan een zakje wortelen kopen, ik doe maar wat. Of ja. een, dat, dat, dat gebeurt dus nu eigenlijk een beetje op dezelfde manier... als het toen echt ging met de handelaren. Dus, uh, en hoezo zijn we de enige in de wereld? Nou... Ja, de enige in de wereld, toen de tijd, het is begonnen in Brugge op Langerdijk. Ja. En later wijden ze zich al meer uit over heel, uh, heel Nederland. We hadden allemaal groenteveilingen hier in west friesland maar ook in het Westland. En, uh, Overal dat, waar water was. Ja, daar kwamen steeds meer veilingen, inderdaad. En dat is later weer bij elkaar gezeten. Het is weer gaan verenigen naar één grote veiling. En toen kwam op een gegeven moment de Greenery. En de Greenery is eigenlijk nu nog overkoepelend orgaan van de veiling. Maar het gaat ook niet meer via de klok. Dat is nu allemaal via de computer. Alles gaat nu via de computer. Dus als je het echt wil zien met een klok en op een knop drukken. Dan moet je echt naar Lange Dan moet je echt naar Broek op Lange Dijk. Want daar kun je zien hoe het echt begonnen is. En hoe het her en der ging. Want ik zei net ook al: had ook een veiling. Bruggebelandrijk op Lange Dijk had de veiling, maar Warme huis had de veiling, Herengewaard op de veiling. Oh, dus al die gemeentes hadden veiling, waar dus akkertjes waren, waar de uh, tuinders uh, de boel verbouwden hè, en het naar de veiling daar bracht. En dat is langzamerhand al meer gaan, uh, bij elkaar gaan komen tot één grote veiling. Ja. Ja, ja. Ja. ja, want ik ben er zelf ook wel een keer geweest. En dan zie je die bootjes dus gewoon langs de mensen varen. Ja, dat ja. is zo'n ontzettend leuke gewaarwording. En dan zie je al die worteltjes en die preien, dat zie je allemaal liggen. Ja. En dan, kan je, bieden, dan ja. kan je bieden. En je kan er trouwen, heb ik gehoord. Hè? Ja, trouwen, uh, trouwen, rouwen, Het klinkt een uh, beetje raar, maar ja. dat gebeurt ook allemaal in de en veiling. En allemaal met boten? En, en ja, of schuiten, wel ook moet met zeggen, boten. wordt natuurlijk ook wel binnengebracht, want het is, er is natuurlijk allemaal een uh, uh, rijweg omheen gekomen. Dus... Maar je kan dus ook bootjes huren. Mensen kunnen zoals u, u een bootje huren bij de veiling. En dan kunnen ze zelf met een motorschuitje elektrisch kunnen varen door het gebied. Dus daarom oh. hierachter de broek op Langendijk hartstikke leuk. Ja, dat is ontzettend leuk om te doen, maar die feinig zelf dat het verhaal wordt daar ook verteld als je met groepen bent. Dan er rondleiders die vertellen dan het verhaal daar inderdaad. En dan langzaam ga je ook dan naar de afmijnlokaal. en dan krijg je dus inderdaad wat we net zeggen: de mensen het zelf kunnen kopen dus daar inderdaad de zakjes met groent cetera. En daarnaast kunnen ze ook via onze rondvaartboten. Want feinig heeft twee grote rondvaartboten: één open en één dichte rondvaartboot. En met die rondverboden wordt er een rondtocht gemaakt door het Oosterdeelgebied. het ah, dat, authentieke dat wil ik gebied. Dat keer doen, ja? ja daar Echt, dat oude gebied toch, dat Oosterdelgebied dat er achter Broek op Langendijk ligt. Daar leggen dan 250 akkertjes. Dat gebied is eigenlijk uh, zoals het vroeger was hier rondom Heel Lange Dijk, van hier tot mijn Huis aan toe, lagen 15.500 van die eilandjes. Ja. En daar verbouwden de tuinders hun producten op. En die brachten ze met bootjes toen de naar de veiling. Ja, ja, ja. En dat laten ze nu nog een beetje zien in dat Oosterdelgebied, inderdaad. En er zijn veel foto's van, hè? Ja, inderdaad. ja. ja hele leuk. mooie foto's. Hè? Moet je luisteren, we gaan even verder. Wat ik altijd zo bijzonder vind, als je dus op, op uh, leest wat er allemaal voor dingen zijn hier. Ja. En ik vind het ook iets mysterieus hebben, dat is dat praalgraf van Brederode. Ja. Dat verwacht je helemaal niet. Nee, nee, inderdaad. Bij dat kleine bruggetje. En dan uh, ga je dat, uh, dat, die begraafplaats op. Daar liggen trouwens hele oude graven. Ja. En dan zie je dat prachtige graf liggen. Ja, Kun jij daar iets over vertellen? Nou, eigenlijk niet zoveel, want ja, daar ben ik van niet helemaal van op de hoogte. Maar ik weet dat het, dus het praalgraf van Brederrood is. En ik heb wel contact met uh, mevrouw Van Breugel. Dat is dan degene die het uh, praalgraf, het kerkje daar beheert. Maar uh, er is in de loop der jaren ook een, een buiten uh, ten, tentoonstelling gekomen. Daar kun je dus inderdaad ook toch kijken wat. Uh, wat er nog meer ligt, want het is ook een oorlogskerkhof. Er ligt er ook nog een kerkhof van, van de Commonwealth. Dus dat ligt er ook allemaal. Dat kun je daar okay. kijken, inderdaad. Het is best mooi om te bezoeken het Praalgraf van Brederode ja. in Veenhuizen. Dat verwacht je ja. helemaal niet. Nee, daar. inderdaad, we <laughs> hebben dat ook opgenomen. Want het is een van de drie monumenten, Rijksmonumenten van heer Gewaard. En, en dat is het punt dus ook. We zochten op een gegeven moment Rijksmonumenten van Dijk en Waard. Hm. En Praalgraf Brederode is er eentje van. En je hebt uiteraard het Poldermuseum. Dat is ook een van de. En de, de Broekenveiling. En dan ja. de Broekenveiling ja. heb je dan. Dat zijn eigenlijk, de, maar heerlijk waard, hebben meer dan alleen maar uh, deze drie rijksmonumenten. Ze hebben ook wandelingen en ze hebben ook fietstochten daar zo. En we zijn nu ook bezig met de SPDW om te gaan kijken of we mensen in Hearigwaard kunnen interesseren om uh, als gids te gaan werken in de gemeente. Dus dat ze mooie wandelingen kunnen maken. Fietstochten. Wat ik zelf doe. Ik doe zelf de fietstochten hier in Lange Dijk. Dat heb ik hier zelf opgezet. En dan kunnen de mensen langs mooie dingen in de Lange Dijk. We hebben ook veel beelden staan in Lange Dijk. Ja. Dus zou je heel makkelijk een wandeling langs kunnen organiseren? Nou, wij, wij hebben dus georganiseerd uh, met, uh, ik noemde net al, Ben Wansing, hebben wij uh, georganiseerd de gedichtenroute. Oh. Uh, daar staan her en der in Lange Dijk uh, gedichtenborden. En er staan ook een belangrijke locatieborden. Die vertellen wat over die plek daar. En ik heb daaromheen een fietstocht gemaakt. Oh, wat en leuk. die uh, fiets ik dan ook met mensen, voorheen, alleen Dijk. Nu heb ik hier er ook bij in opgenomen. Om ook hier Gemater te gaan, kunnen gaan laten zien. Leuk. Ja. Uh, je hebt in de horeca gezeten. Ja. Uh, en dan kom ik toch nog eventjes terug. Uh, je hebt restaurants gehad. Je bent een, wat dat betreft een. Uh, een hele goede. Uh, ik neem aan dat je van de goede keuken houdt. Ja. En dan kom ik toch weer terug op die zuurkool. <laughs> Waarom is die zo belangrijk voor jou buiten dan natuurlijk dat iedereen daarin werkte? Maar ik bedoel, smaak. Uh, kun je er wat mee? Ja. Je Doe je er wat, heb je er wat mee gedaan in je Nou, uh, Ja, <laughs> uiteraard. Wij, wij deden ook zuurkooltafels en uh, zuurkoolverkoop ja. inderdaad. Maar ja, dat, Alleen dat... met worst of met, met wild of met wat dan ook? Ja, dat is maar wat je erbij wil hebben natuurlijk. We hebben, tegenwoordig uh, doen we uh, ook veel uh, zuurkool met groente maken. In de veiling hebben we toevallig uh, het broodje Langedijk. Dat is heel erg leuk hier in de veiling. Die werken dan met zuurkool. Want die hebben een van. We hebben nu nog maar één suikerfabriek in de hele gemeente Langendijk, de firma Kramer. En voorheen had je er acht of negen suikerfabrieken in Langendijk. Waaronder mijzelf. Mijn, mijn familie had de uh, suikerfabriek van Denijs. Dat was een suikermerk ook. Die is in 1988 gestopt. Trouwens, heel leuk om te vertellen. We hebben onlangs hebben we een heel artikel geschreven in het boek van Langendijk. Jaarblad van uh, en verleden. En daar staat een heel uh, verhaal over de opkomst van de firma de Nijs. En het, ja, dat we in 1988 gestopt zijn. En de Wanneer zijn jullie eigenlijk begonnen? In uh, uh, moet ik even goed vertellen, want in 1900 en rond 1914 uit mijn hoofd. Toen, nee, nee, 1904, toen is mijn opa begonnen met de zulkefabriek van de Nijs inderdaad. 1904. En dat is later overgenomen door een oom. En later door mijn vader en een oom. Dus uh, zo zijn we verder gaan tot 1988. En toen is besloten: toen waren mijn vader en mijn oom overleden. Is besloten om de boel over te doen aan de firma Kramer. Dus, ja. ja. Nou ben ik natuurlijk ja, gerustgesteld is, over die zuurkool. Nou ja, heel, heel, heel erg mooi is dat in de veiling dus, uh, zuurkool daar ook een belangrijk product is. Want, ja. ja, het is natuurlijk van de her Lange Dijkers natuurlijk. Hè, en je kan daar dus een broodje Lange Dijk kopen. Hè, en dat is dus een broodje met uh, een worst erop hè, en een zuurkool erop hè, en een zuurkool met groenten erop. Ja. En dan aangekleed wordt heel veel uh, gebruikt, wordt ook aangeprezen daar dus, Ja, dat uh, kan ja, ik me voorstellen. Zuurkool. <laughs> Je bent medeoprichter van de Lange Dijker beddenrace. Ja. Nou. Nou ben ik dus heel benieuwd, waar moet je als deelnemer nou aan voldoen? En vertel ze een leuk verhaal, want je moet in de loop der jaren vast wel allerlei leuke dingen hebben meegemaakt. Maar eerst, wat, wat zijn de regels? Nou, negen, ja, laat ik eerst even beginnen met uh, de Benrace. In 1980, toen bestond uh, Lange 900 jaar. vierden uh, vierde hier in Lange de 9e lang van Lange misschien wel gehoord. Ja, ja, ja. Zes ja. weken lang feest hier zo'n ja. dorp. En uh, ik was met uh, een paar goede vrienden van mijn kennissen, uh, zaten we bij elkaar en wij, uh, ja we hadden eens een keer gehoord van een beddenrace. En warme huizen en heer gewaard hadden die beddenrace al. En toen hebben we met die uh, comité's daar gepraat van hoe werkt dat en uh, kennen wij dat ook in lange tijd, we willen dat doen met een 9e feest. En we hebben dat opgezet en in 1980 hebben we onze eerste beddenrace gedaan. En het leuke is dat de bedrace nog steeds bestaat. Nou, dat is nu wel uh, 1980, dat is al, al <laughs> 42, 43 jaar terug. Ja. Dat is het leuke van het evenement, want het is nog steeds Ze zijn gemotoriseerd eigenlijk. Deze mogen niet gemotoriseerd Ze moeten zo. geduwd worden. Ja, ze moeten geduwd worden. Het is zo, de een gaat, gaat er op het bed liggen ja. en de ander duwt er achteraan. En wij hebben het oorspronkelijk opgezet van dan, dan gaan we. Tweeënhalf uur rijden, dus uh, het was altijd van zeven uur s'avonds tot half tien. En dan uiteraard wie dan de meeste ronde heb gereden, et, et cetera. Dat was eigenlijk de, de winnaar dan. Dat was eigenlijk heel simpel eigenlijk. En één van de twee deelnemers, er waren altijd twee deelnemers. een van de twee duwt er achteraan, die duwt het bed dus voor. En uh, onder de wijl gaan ze steeds wisselen met elkaar. Ook wel zeggen, 2,5 ja. uur. Nee, de, uh, Ze gaan dus wisselen met elkaar. En dat is eigenlijk de bedrace. Okay. Maar het is wel uh, geperfectioneerd in de loop der yeah. tijden. Want voorheen was het echt wel een matras. Yeah. En uh, willetjes er werden eronder gemaakt. Een simpel stuurtje. Maar tegenwoordig zijn het wel uh, hele luxe bedden tegenwoordig geworden. Het is gewoon een sport geworden, inderdaad. Geweldig. En ja. vertel er eens wat van. Nou, het mooiste vind ik dat er zoveel mensen op afkomen, Want er is tegenwoordig heel heel gebeuren eromheen. Uh, en in mijn tijd, ik ben 15 jaar lang, ben ik daar bestuurslid geweest, vanaf de oprichting tot met, ja, 15 jaar later. En uh, in die 15 jaar, wij hebben dat altijd gratis gedaan voor de mensen. Dus men kon gratis deelnemen eraan. Er er was gewoon goed op. We hadden een enorme sponsoring van mensen die het mogelijk maakten om dit evenement op poten te zetten. En kwam er kwam op een gegeven moment steeds meer omheen. Kwam er kwam een kleine kern erbij dat er ook wat, wat konden bieden in die 2,5. Dus dat is er. Een, op de, op de speelweide is daar een, een soort een kleine kermis gekomen. met, met evenementjes erbij. dat er mensen wat kunnen kopen en wat kunnen uh, doen, et cetera. En dat is het leuk ook van. Er is, er is constant beweging en dingen te doen rondom de bedrace. en dat vind ik ook zo fantastisch. En dat hebben wij toen opgezet en dat is nog steeds gaande. Dus ja, uh, dat ja. is leuk. Zoveel ja. jaar. Ja. Uh, je bent niet alleen promotor voor de cult cultuurhistorische monumenten. maar ook voor de natuur. Geef eens een paar tips. Uh, ja, voor de natuur, nou ja, een paar tips. Sowieso uh, zou ik hier in Lange Dijk, dan even aan hen, neem maar weer Lange Dijk, uh, <laughs> het water. Het water, wij, 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 ja, ja. het water is onze parel, hebben we wel eens gezegd. Dat, dat is gewoon zo. En uh, ja, je ziet ook steeds meer uh, watergebruik uh, worden door de bootjes, et cetera. Uh, men moet er voorzichtig mee omgaan. Men moet er goed mee omgaan. Want ja, dat moet in lengte van tijden houden. En, uh, het moet niet zo worden dat wij eigenlijk een soort uh, giet horen, waar de, de bootjes achter elkaar door de sloten gaan varen. Maar men moet wel voorzichtig mee omgaan met het water. Dus. Ja. Heb je de indruk dat het publiek dat wel begrijpt? Ja, ik denk het wel. Ze begrijpen het wel, maar er wordt nog steeds wel misbruik van gemaakt. Er wordt veel te snel gevaren af en toe. Vooral de jongeren, moet ik helaas zeggen, dat die doen nog wel eens met een soliak of met zo'n snelbootje. Oh ja, ja, ja. en, en dat is irritant voor de mensen die er ook wonen in het Duizendruidend gebied. We hebben daar een heel woongebied. Maar het is ook voor andere uh, gebruikers van de slootjes en Ja, van maar de ze, ze kalven ook de, de, de oevers af, hè? Inderdaad, dat gebeurt ook. Inderdaad. En de, daar zitten ja. dus ook uh, waterkippetjes en noem dat kleine spul maar op ja, ja. en dat... Uh, dat en, da en daarom mogen uh, gemotoriseerde bootjes ook niet in het delgebied komen. Nee, gewoon, dat vind want, ik heel verstandig. Ja, dat Godt is dus ook die... om, om te beschermen, dat gebied natuurlijk. Want het moet beschermd worden, dat gebied. Je hebt fluisterbootjes. Ja. ja. Uh, wat staat er op je verlanglijstje voor de naaste toekomst? Ja, verlanglijstje, ja, een levendig mooi lange dijken. Uh, en eigenlijk niet eens meer Lange Dijk, maar heel dijk en waard eigenlijk, want ja, we zijn nu dijk en waard, dus we moeten ook dijk uh, Water, dat oude Water, omarmen. En ja, ik wil hebben dat heel veel mensen ons kunnen bezoeken om te zien wat voor moois wij hier bieden in, uh, in deze nieuwe gemeente dijk en waard. En we hebben heel veel moois, want men vraagt ook wel eens aan mij van, ja, jullie zijn met Water bij begonnen. Want ja, wat heb je Water Nou, nou Water hebben we ook zat. Dus ik bedoel, ik fiets nou ook met groepen mensen door Heerigwaard. Dan fietsen door het Park van Luna. Uh, dat gebied en dan fietsen we naar het Poldergemaal. Uh, Hele leuke dingen allemaal om te doen. Maar dat doe ik hier in Lange Dijk ook. Ik heb hier mijn ronde door Lange Dijk. Binnenkort fiets ik met uh, de burgemeester en de wethouder van uh, die toerisme op zijn uh, portefeuille heb, ga, ga ik een ronde fietsen om uh, lange dijk even meer te laten zien aan die mensen. Uh, maar je zegt dijk en waard, maar daar hoort nog veel meer bij, hè? Ja, ehm... Um... Dijk en Waard omvat natuurlijk de hele oude gemeente Je bedoelt de grote van ja, dan. ja, ja en dan die kleine dorpjes die ja, nog veenhuizen. Eigenlijk heel ja. veel, uh, uh, misschien wat minder cultuurhistorisch, maar heel veel mooie natuur hebben Want die Oostdijk. Als je ja. daar rijdt met die molen, dat ja. is toch een plaatje. We hebben de molens en, en nou, we hebben het net al gehad over veenhuizen, een, een ja. buurtgemeenschap wat heel mooi is om erheen te fietsen. Er gaat ook een fietsroute erheen. Maar nou, we hebben Herengebouw Noord. En Herengebouw Noord is dus gewoon een hele uh, hechte gemeenschap. Waar je ontzettend leuk doorheen kunt fietsen. Ja, en die kerk daar nou? Ja, precies. Die, die verwacht kerkje. je daar ja. toch helemaal niet? Ja. En wij, die grote wij, kerk is Zuid of, zuid of Noord. Noord groot, dat maar, zo, ja, sint dat, ja. dat verwacht je helemaal niet inderdaad. in zo'n zo klein dorp. Ja, inderdaad. Uh, Sint-Jan de Doper in Noorswaard is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. We hebben daar ook het Sint Jansmuseum. Daar is een museum over. Ja, dat is ook ja, zo. Ja, hebben we ook. We Vertel nu, daar we zijn, iets over. Nou, we zijn nu ook bezig met een nieuwe folder van de SPDW. Er komt een nieuwe folder uit. Vertel we, even wat die SP... wat die afkortingen vind ik altijd oh, zo moeilijk. Sorry. <laughs> de SPDW staat voor Stichting Promotie Dijk en Water. Oké. Okay. En dat is eigenlijk wat wij willen. We willen promotie doen voor de. Hele gemeente Dijk en Maart En wij hebben dus die vonden nu uitgebracht. Waarin al die musea's gaan worden genoemd. De kerken worden genoemd. Maar ook de mooie dingen. We hebben bijvoorbeeld het speelpark De Zwaan. We hebben het, uh, het Geestmarambacht. We hebben het park van Luna. We hebben zoveel in de gemeente Langendijk. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat is wel een weelde hè? Ja, we hebben gewoon veel. En wij zijn ook vooral bezig om onze eigen Inwoners te laten. We hebben nu ruim 90.000 inwoners om onze eigen inwoners te laten zien. Lange Dijk, kijkers naar Herigwaard. kijk kijkers naar Lange Dijk. We willen dat steeds verder gaan uitbouwen. Weet je wat ik zo leuk vind? Ik denk dat een heleboel van die gemeenten, en ook Heerugwaard, met name omdat dat zo'n grote, logge jongen is. Uh, helemaal niet wisten hoeveel van die prachtige dingen ze hebben. En juist door die uh, uh, samengang van dijk en waard wordt daar veel meer aandacht aan besteed? Ja, zonder meer. En dat willen wij dus helemaal met onze stichting Promotie Dijk en Water, tot volledig zeg maar. Uh, dat willen wij juist laten zien aan de bewoners ook. Wij specifiek hebben we nu genoemd in onze, uh, onze stichting van we zijn de in eerste plaats voor onze bewoners, om de bewoners te laten zien van elkaar, van wat is hier in, uh, in deze nieuwe gemeente. En daar willen we uiteraard, uh, vooral met Museum Bruggeveilig... die per jaar zo'n 50.000 bezoekers ontvangt... willen we natuurlijk de toeristen laten zien, wat is dit voor een gemeente. Nou, we horen ja. af en toe opmerkingen ja. van mensen dat je zegt... wat is het hier mooi, ja. en vooral als een, een, een tocht met de boot ja. wil maken of met het fluisterbootje, want die fluisterbootjes liggen ook bij de veiling hier. zo dus, ja. Maar dat Sint-Jansmuseum, even kort nog... Vertel daar eens wat over. Want ik heb daar eens een keer wat over gelezen. En ja. dat is heel bijzonder eigenlijk. Ja, inderdaad. Naast de katholieke kerk in noord gemonde Sint-Jan de Sint Doper, is er een klooster gebouwd. En boven in de kloosterhof is er een museum. Ik heb begrepen dat het elke woensdag geopend is. Dus dan kun je daar bezoeken. Maar er wordt verteld over de oorsprong, de opbouw van de katholieke kerk in de gemeente Lange Dijk. Trouwens, Lange Dijk bestond ook nog niet lang, want die is pas in 1941 ontstaan. Voorheen waren het alleen maar de dorpen. Je had de dorpen Oud-Kaspel, Noordschouw, Zuidschouw, Broek op Langedijk. Later is er Sint-Pancras en Koerdijk bijgekomen. En in 1941 werd het de gemeente Langedijk. En uh, ja, al van oorsprong uh, bouwde men in Noordschouw de katholieke kerk op daar zo. En over die opbouw en over het ontstaan van het katholiek geloof staat er in de kloosterhoofd. Dus inderdaad een mooie expositie eigenlijk. Ja, ja, ja. 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 Peter, ik vond het zo leuk dat je er was. Ik kan nog veel meer vertellen. Ja, ik weet het. En ik heb hier al zo van genoten. Uh, dus ik zou zeggen: Nou, misschien zien we je nog wel eens terug. Want ik heb ook nog vragen voor je. Maar goed, dat komt volgende keer wel. Uh, ik wens je een hele fijne dag en uh, heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel voor het gesprek. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.